Tast en gevoel. Microbit zintuigen voor beginners. Dit is weer die Hollander met Zuid-Afrikaans accent van Alice Ras in Zuid-Afrika. Voor deze les heb je nodig microbits, twee batterijen, AAA type, een USB snoertje en uiteraard de microbit. Surf naar makecode.microbits.org. Druk op enter. Kies nieuw project. Nu ga ik hier een kruisje laten zien als die microbit opstart. Ik vind het handig dat hij dit doet. Dit hoef je niet te doen, maar ik vind het wel handig. Dus klik op basis. Kies hier toon tekens. Zet hem bij opstarten. Verander het naar een kruisje. Een X. Ga weer bij basis. Kies een pauzeer van 100 milliseconden. En dan ga ik bij basis op meer klikken. En dan kies ik hier deze optie wis scherm. Voeg hem hier als laatste toe. Hallo, ga ik je veel te snel met deze videoclipje? Pauzeer hem dan. Druk op die pauzeerknop. Laten wij heel even kijken wat wij hier hebben gedaan. Bij opstarten is een stuk code die deze blok gaat uitvoeren. Dus alles wat onder bij opstarten staan, gaat hij dan doen in een volgorde. Hij gaat eerst toon tekens. Die toon tekens betekent toon en X. Dan gaan hij pauzeren voor 100 milliseconden. En dan gaan hij die scherm leeggooien. Zullen we even de temperatuur meten van deze microfoon? Godverdamme, Jezus Christus, dat niet zo hard. De microbit heeft ook zintuigen. Zij zintuigen, om te kunnen voelen, zit onder invoer. En waarmee hij voelt, is bijvoorbeeld deze knop. Knop A, daarmee kan hij iets voelen. Hij kan voelen met knop B. Hier zijn ook nog plekken dingen waarmee hij zou kunnen voelen. Maar voor deze oefening willen wij de temperatuur voelen. En we willen weten wanneer je knop A indrukt, dan moet hij die temperatuur voelen. Dus om het te kunnen voelen, ga je eerst naar invoer. En nu wanneer ik knop A indruk, dus als je hier gaat indrukken, dan moet hij hier iets doen. Maar zoals je ziet, hij doet nog niks. Want hier staat nog geen code. Hier zijn nog geen instructies. Dan, om hem iets te laten voelen, wil je het ook kunnen zien wat de temperatuur is wat hij heeft gevoeld. Dan ga je naar basis en je kies toonnummer. Want waarom kiezen wij toonnummer? Want de temperatuur is een cijfer. Je zegt niet als je temperatuur gaat uitlezen of het 5 graden of 10 graden is. Ja, dat kan. Je kan ook zeggen is warm of koud. Maar het is relatief. Als je met iemand anders de temperatuur wil deel, dan is het handig om het als een cijferwaarde te geven. Dus 5 graden of 20 graden is handig. En als je nu wil gaan voelen, werkelijk waar voelen wat de temperatuur is, door een microbit, dan kies je hier temperatuur. Je slipt temperatuur hierin. Dus we zien, wanneer ik knop A indruk, dus wanneer microbit voel dat knop A wordt ingedrukt, gaat hij de temperatuur voelen. En hij voelt temperatuur van 21 graden Celsius. Dus je kan ook hier in deze omgeving zetten en druk op knop A en hij voelt weer de temperatuur. Hij voelt nu 9 graden. Ik heb een idee. Laten we de temperatuur meten hier in de vaatwasser. Nu ga ik even op knop A drukken. De microbit voelt. En hij meet de temperatuur. En hij voelt 23 graden. Ja, 23 graden in de maat.
Dus, dit is het einde van deze videoclip. Wil je nog meer uitdagingen? Kijk hieronder. Onder de videobeschrijving. Er zijn nog veel meer opdrachten en uitdagingen. Als je deze videoclipje leuk vond, geef mij een duim op. Laat een commentaar onder in de beschrijving. En kom terug voor een volgende videoclip. Tot een volgende keer. Oh ja, ik heb nog workshops. Kijk hieronder in de beschrijving. Tot de volgende keer. Doei!